Claude, was ist das? Ist das, was er gemacht hat? Ja, das ist ein Maquette, das er gemacht hat mit meinem Sohn, als ein Jung war. Das hat gedauert ungefähr 5 Jahre. Und das ist ein Hustön. 30 Jahre dauert, das ist ein Lesreben für die Jungs mit einem solchen Stön. Das ist all die Worte, die wir nötig haben. Om te gebruiken de streken. Sint Bergen, de kapellen, de kerken, Tommelhof is dat. En alle soorten van woorden, en brouwerij. Dat zijn al de woorden die we kunnen nodig hebben om hier Vlaams te kunnen klappen. Ah ja, dus je zult die maquette gebruiken, Claude, voor de jongens laten komen. Of tonen aan die jongens van Bellen. En ook de naam van duizenden van de... Ja, de markt, de beken die loopt. Om eigenlijk de Vlaamse talen te leren aan die jongens. Mm-hmm. En kerkhof, een Duitse en Frans kerkhof. Om te klappen met mijn man. Zijn blind. Dat Vlaams leren, dat is het woord dat je doet in het begin. En je zei in je negen, ik kon nooit tanden kunnen zien. En nu ik zie dat ik zin te weg van op tent te komen. Om, ik geef me nog 5 jaar en ik weet dat ik bekom gewoon zin van al kunnen zijn in Vlaams. Ja. Het zijn nog veel woorden dat ik niet wel ken, maar het gaat komen een liedje met een keer. Ja, maar toch kunnen we weer gemakkelijk klappen met elkaar, hè? Weer te open, weer te horen. Drink gewoon. Weer kunnen goed klappen, ik versta alles. Het zijn woorden, ik zijn te kort ermee. Ja. Maar... Ja. En hoe leer je nu nog verder Vlaams, Claude? Hoe doe je dat? Ga je ook ergens bij het meer lezen? Ik lezen. Of leer je dat aan je eigen? Ik leer mijn eigen. Ik zijn dikwijls met mijn woordenboek. En ik zei, het wordt een vraag. Ik zei al zo, hoe zou dat kunnen zijn in Nederland, in Vlaams Nederland? En ik kook in mijn woordenboek. En bij jou, dat is al zo. Die Calais. Ik ken het woord niet. Ik heb in mijn woordenboek gezocht. En ik zie, Torchy, dat is Calais. Dat is een woord dat ik niet ken. Ja, ja, ja. En kun je nog bij andere mensen hier Vlaams klappen hier? In de streken? Nee. Ja, natuurlijk die mensen hier die lessen komen. Ja, de mensen die komen aan de lessen. Maar als ik Vlaams wil klappen, ik ben geobligeerd te gaan aan de andere kant van de schijf. Ja? Ah ja. Ah, ja. In Frankrijk, ik zie, buiten mijn vader, die weg is 2 jaar geleden. Mm-hmm. Buiten mijn vader, dan is niemand meer met wie ik kan klappen. Met mijn broer, ja, dat is mijn broer. Je broer klapt ook nog Frans? Ja, mijn broer. Ja. Dat is een van de eerste die bewust wist dat het woord verloren had. En het is niet normaal dat ik bij mijn tand een 20 kilometer, dat ik ze niet bekwam van het woord te zijn ermee. Toen zei ik gewoon Vlaams leren, maar het bestoeg geen Vlaamse les naar Balen op die tijd. Mm-hmm. En toen het Nederlands leert. En Vlaams en Nederlands, je kunt dus je plan trekken. Ja. Je of de een kent of de ander kent. En waar heb je broer in Nederlands geleerd? Waar heb je dat dan?
En het had er dan bij een, ik ken al de valise. Het was met cassette en boeken. Aan zijn eigen, ja. En niet naar hier, naar Thuisland? Dat is van Schoren. Thuis van Nederlands? Het is Nederlands, ja. Dat bestaat hier in Baal, het Thuis van Nederlands. Ja, het is Thuis van Nederlands. Ja, ja. Ik heb begonnen bij het Thuis van Nederlands. Heb je daar ook naartoe geweest? Ja, ook. Maar? Ik heb daar geweest binnenste 5-6 jaar. Ah ja. Ja. Dus je gaat eigenlijk begonnen met een beetje Nederlands te leren? Ik heb begonnen met Nederlands. Ik pees dat er geen Nederlandse school was naar Balen. Ik zou dat nooit begonnen te Vlaams leren. Nee. Nee. Dat is mijn, mijn lopen. Dat is mijn lopen geven. Dat u het duwtje geven. Het duwtje. Het duwtje om daarin verder te gaan en om tot de Vlaamse talen te ontdekken. Maar voor mij, het is meer cultureel. Ja. Dat ik Vlaams leer. Ja. Altijd om te gaan werken een beetje verder in België. Het is zeker dat u moet Nederlands leren. Maar voor mij, voor de streken, het is meer cultureel ja. Dat ik Vlaams leer. Ja, het is een deel van jouw cultuur of van jouw erfgoed. Erfgoed, het is mijn erfgoed. Ja, ja. Oké. Dat was een café hier. Het was een café tot het jaar 70. Het was twee zusters die dat hielden totdat ze dood ging. En achter Noord, dat een huis geweest om te verhuren. In het jaar 92 ik heb ze gekocht, vermaakt. En ik heb weer een café begonnen. Maar bijna 3 jaar alleen, door ik had mijn werk in de fabriek en de derde berg was te veel. Ik moest de derde berg moeten staan. Ah ja, en voor wat gebruik je die herberg nu, Claude? Ik heb ze gebruikt om Vlaamse les te houden met de leerling. Met een associatie oprecht een jaar geleden. Maar de les heeft begint met Arthur. Arthur Fagot, die went just derby. Ah, Arthur Fagot. Arthur Fagot went een paar. Went hier ook, dat is die mens die ook met de Vlaamse talen bezig is. Die eerste woordenboek geschreven met Philippe Simon. Sansen. En Philippe Sansen. Ja. En we hebben de les toen al te horen met Arthur begon. Ah, hier, ja. Mm-hmm. Ja. Zeg Claude, ik zie dan er hier ook een affiche hangt van het Vlaams Theater daar. Hey, en daar is spreuken daarboven, ook een Vlaamse spreuken. Van de affiche van het Vlaams Theater, dat is de affiche van de jaren, dat is de communiefeest. Ja, hij daar geweest? Ja, ik ben geweest naar Vleter in november. Ah, ja. Ik ben daar geweest. En versta je ze een beetje? Versta je ze goed? Versta je alles wat ze zeggen? Ik versta ook al zijn een tweede van het die gezegd is. Ja? Een tweede. Als ik net gewoon kan verstaan, kan Steve Blidden zijn. En hoe komt dat hij niet alles verstaat? Klappen ze te zien? Hè? Of zijn het een beetje andere. Nee, het is dat ze te zien klapt. Maar het is normaal dat ze zien klappen. Het is meer voor de mensen die de taal wel kennen. Het is een nus van verbetering te doen om bekwam te zijn. Altijd, het is maar één woord die kan doen dat je de vrouw niet wel verstaat. Ja. Like, mogen zijn hier in Frankrijk te horen en in de Belgique ze zijn top. Ah ja. En mijn woord kent dit woord. Hij was van meter, maar hij ging naar zijn tante, naar de klitten. En mijn tante gebruikte het woord toop. Topen, ja. En mijn vader verstond dat wel. Ja, je vader verstond dat wel. Maar het is toch een klein beetje anders soms. Hè?
Zeg, Claude, ik zie dat er daar nog een spreuk, een Vlaamse spreuk hangt. En dat is een spreuk dat de Jean-Paul Hoefnagel van Vleter min gegeven heeft. Dat klaar van de... En kan je lezen wat er daarop staat, Jean-Paul? Ja, ja. Ja. De schoonste naam op de wereld rond. Het schoonste woord uit mijn mond is moeder. Ja.